Een ludiek protest vanmiddag op het Academieplein tegen de hoge werkdruk op de Rijksuniversiteit. Studentenbeweging Democratische Academie Groningen is die hoge werkdruk bij docenten en hoogleraren helemaal zat, omdat het ten koste gaat van de tijd die men voor studenten heeft. Om die boodschap kracht bij te zetten, moesten deelnemers een parcours afleggen van vingerverven, zumba dansen en mediteren, wat een weerspiegeling is van die hoge werkdruk. Wat je hier achter ons ziet is de symbolische benadering die de universiteit hanteert richting de werkdruk. Zij bieden wel Zumba-klasjes aan, zij bieden mindfulness-cursussen aan, maar zij steken te weinig energie en aandacht aan het verbeteren van student-stafratio. Wij in Nederland, of wij hier in Groningen, hebben de slechtste student-stafratio van Nederland. En dat moet gewoon fundamenteel aangepakt worden. Maree hoopt dat studenten na gaan denken over de werkdruk die bij docenten heerst. Ja, de universiteit wordt echt geleid als een bedrijf. Het gaat allemaal om efficiëntie, om rendement. En dat zie je dus ook terug in het aanbieden van die Zumba-cursussen. Wat op zich niet eens een heel groot probleem is, dat ze worden aangeboden. Maar daarnaast moet een fundamentele aanpak bestaan. En die efficiëntie maakt dat staf gewoon door de cursus heen worden gejaagd. Om maar voor te zorgen dat zij minder stress hebben. Maar de echte stress komt natuurlijk gewoon van de hoge werkdruk. Ik heb juist even om me heen gekeken. De mensen die dit kunnen veranderen, die dit aan kunnen passen, ik heb ze nog niet gezien. Nee, ja, het is jammer dat ze hier niet zijn. Ik denk dat een Sybrand Poppema of een Stefan van Galen hier eigenlijk bij had moeten zijn om te zien dat er heel belangrijk is dat die student-stafratio wordt aangepakt. Docenten hebben vanmiddag positief gereageerd op de actie. Zij hopen dat de aandacht het onderzoeksklimaat in de stad gaat verbeteren.